I'm selfish. Hoi, ik ben Julia en welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een shoplog van Comget Fashion. En ik vind het heel erg leuk, want ik heb weer een fashion video. En het is natuurlijk een extra video, want het is vrijdag. En geen woensdag, dus ik hoop dat jullie dat ook extra leuk vinden. Ik vind het in ieder geval erg leuk dat ik mijn shop... Ik wilde ook net gaan zeggen, ik praat een beetje lastig, want ik heb... het heeft een aften, een soort wondje in je mond en ik heb er twee naast elkaar. Het doet heel veel pijn, met praten ook, dus ik heb het heel erg uitgesteld, want het is vandaag zelfs al vrijdag. Dus ik moet hier nou ook gelijk editen, maar ik hoopte dat het eigenlijk weg was, maar dat is het dus niet. Ik vind het in ieder geval erg leuk om deze video te maken, dus ik doe gewoon mijn best. Ik praat alleen een beetje kut, misschien hebben jullie het nu door, maar ik heb heel veel pijn. In ieder geval wel een extra video voor jullie, dus ik hoop dat jullie het waarderen. Laten we dan gaan beginnen met het allereerste item. Het eerste item heb ik nu al ook aan. Dat is dit shirt met baby. Ik laat hem nog even goed zien ook. Ik vind deze super leuk, want hij is gewoon heel classy. Hij is heel erg clean, heel subtiel, basic, maar toch heel erg leuk. Dus die wilde ik graag als eerst laten zien. Dan is het tweede item ook gelijk iets wat ik aan heb. Dat is een broek en het heet een... volgens mij is het zo'n mom jeans. Ik heb hem nu ook aan, maar ik zou hem even nog goed laten zien, want je ziet hem hier eigenlijk helemaal niet. Kijk. Ik heb hem... Ja, je ziet het helemaal niet. Oké, goed dat ik aanbeelden heb gemaakt. Het is een wel wat wijdere broek, maar ik vind hem heel erg leuk met een riempje erin. Hij is heel erg leuk met bijvoorbeeld lage vans eronder. Die stijl ik er heel vaak ook onder. En ja, ik vind het gewoon een hele leuke combinatie. Vooral met het shirtje ook. En om de outfit helemaal af te maken heb ik nog een volgende item. Dat is dit superleuke spijkerjasje. Ik had al een paar spijkerjasjes, maar niet... Gewoon een normale basic of zo. Ik heb wel een paar met gaten erin en zo. Maar ik vind deze gewoon echt super cute. Ik vind het een hele leuke stof. Een beetje zo'n vintage stofje. En ik ben echt in love met deze. En ik zal hem ook eventjes voor jullie aandoen. Dan het volgende item. Deze vet leuke schoenen. Het is ook een combinatie van normale laarsjes en cut-out boots. Hier zitten van die studs. En hier zit dan de cut-out, zeg maar. En hier zit dan nog een ritje. Allemaal leuke details. Ik vind het super cute, want ik heb cut-out boots. Maar die zijn natuurlijk best wel koud. En deze sluiten net wat hoger, maar hebben hier pas niet cut-out. En deze details zijn natuurlijk amazing. En hier zit trouwens ook elastiek, dus je hoeft dit ook überhaupt nooit open te maken. Je kan gewoon, kijk, je kan zo je voet erin schuiven. Hier ben ik ook echt super blij mee. En ik zal even laten zien natuurlijk hoe ze aanstaan. Het volgende item is ook een accessoire. En ik denk dat jullie die overal wel voorbij hebben zien komen. Het zijn van die schattige clipjes. Hoe ik ze moet dragen weet ik nog niet zo goed. Want elke keer kijk als ik ze indoe. Ik weet niet of jullie tips hebben. Maar als jullie tips hebben, stuur het me. Want ik heb echt het idee dat ik er als een mongool bij loop als ik dit zo doe. Terwijl ik het dus wel super cute vind bij iedereen. Oké, dit is nog best wel leuk eigenlijk. Ah, ik lijk gewoon heel snel 6-jarig omdat ik klein ben. Maar ik vind deze in ieder geval super cute. En je kan er ook een heel leuk, gewoon je haar zo half opsteken hiermee. Het is nu een trend. Dus ik dacht, let's go. Ik ga het gewoon proberen. Het volgende item alweer is iets super leuks. Het volgende item is een t-shirt. Deze. En er staat Chicago op in een beetje roze, crème, beige-achtige letters. En het is een heel lang shirt. Dus ik dacht eerst, hè, waarom is het shirt zo lang? Ben ik nou weer gewoon te klein voor elke kledingstuk wat ik pas? Maar toen dacht ik, het is eigenlijk superleuk als zomerjurk. Want ik ben echt in love met van die zomerjurkjes wat gewoon t-shirtjurkjes zijn, weet je wel. Zo'n t-shirt dress. Ik vind dat echt top. Ik vind het wel schattig, heel cute, heel sportief. Dus toen dacht ik, hey, wat nou als ik er geen broek bij aan doe? En dan zit hij dus gewoon perfect. Zelfs als ik mijn arm omhoog doe. Die zien nog steeds niet meer willen. Dus dat stop. Dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste item. Het is een mini shoplog, maar ik hoop wel dat jullie hem leuk vinden. Want ik wilde toch even wat items aan jullie laten zien. Het is nog een jurkje. En het is een beetje... Het is een beetje stom, want het is natuurlijk echt geen lekker weer. Maar ik dacht, joh, je gaat gewoon lekker af van zomerkleding inslaan. Want you gotta be ready. Dit jurkje. En hij heeft hier van die schattige, heeft zo'n schattig ja, onderkantje. Hij heeft hele leuke knoopjes. I like it. Maar ik heb deze nog geen keer aangehad. Dus laat ik hem even snel gaan passen. Dit was alweer de shoplog van Comget Fashion. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te reageren. Want misschien reageer ik wel terug.
En ja, heel veel shopplezier als je ook wat kleding wilt gaan kopen bij Concat Fashion. En ik zou zeggen, fijn weekend! Mwah. Doei!